Ja, kijk, je ziet het. Helder. Ja, in ieder geval, er wordt vandaag niet gevlogen. Want we. Ja, nee, we niet gevlogen. En, ja, meestal als ze vliegen, dan zeggen ze: we vliegen vandaag voor het klimaat. Omdat de zon. Ja, door de zon hebben we klimaatverandering. En dat willen we niet. Dus daarom gaan we dan met vliegtuigen vliegen. En dan sproeien we waterdamp volgens de kenners. Nou, volgens mij zijn het kleine deeltjes die de zon moeten reflecteren. Maar ja, je mag zelf weten wat je denkt. Dus als jij wordt denken dat is waterdamp, nou dan denk je dat waterdamp. Maar eerst zie je allemaal filmpjes over trekkers die in de woestijn rijden en ja, allemaal zand de lucht in spuiten. En daarna krijg je op het journaal van: ja jongens, er komt een hele grote woestijnzandwolk deze kant op. Nou, en daarna dwarrelt dat op je auto neer. En als je het dan bij elkaar veegt, is het magnetisch. Oftewel, ja, ik kan je niet wel vertellen. Als ze dat vaker doen, oh, die zware metalen over ons heen gooien. Ten eerste komt het in het water, nou ja, maar het komt ook in de aarde. In de aarde, daar wonen allemaal bacteriën en weet ik wat allemaal. En die eten dan de planten op, de plantenrestdelen op. En daar maken ze dan weer voeding van voor de planten. Dus als het osmatische balans verstoord wordt in de aarde, kapot wordt gemaakt, kunnen planten geen voeding meer, kunnen ze niet meer eten. Verhongeren ze. Door de zware metalen en dat er geen osmatisch balans zit. Helemaal kapot is. Zo. En hebben we geen osmatisch balans meer. Dan, ja. Nou, dat is niet goed. Nee. Dat is niet goed. Nee. Maar, kijk. Ik zou maar de eerste tijd, als je groente uit je tuintje eet, even goed afspoelen. Want dat woestijnzand. Nou, dat is niet goed voor je, dat weet ik wel. He? Dan word je, kunnen ze je goed, als je dan ergens loopt zo, dan kunnen ze je makkelijker volgen met de woestijnzand. Nou ja, zand erover, ik wil het er niet meer over hebben. Doei!